De volgende sponsoren en partners maken het vakantiespel in Alphen aan de Rijn dit jaar mogelijk. Heb je het allemaal naar je zin? Ja! Het vakantiespel in Alphen aan de Rijn is in volle gang. Deze week kun je iedere dag de hoogtepunten zien bij Studio Alphen. Dit was de dinsdag van het vakantiespel. Ik wil dat je vandaag ziet als de allermooiste dag van je leven. Dames en heren, die missie is vanaf nu officieel. Het thema van het vakantiespel is dit jaar tv-show Zet hem aan. Jan de Mol is namelijk op zoek naar een nieuwe presentatrice. Vier kandidaten lopen stage bij het vakantiespel en één van hen wordt de winnaar. Wij volgen iedere dag één presentatrice en vandaag is dat Jikkie de Nager. Mag ik jullie interviewen? Ja hoor. Ja? Hebben jullie het naar je zin al? Ja. Ik ben uit Popcorn. Maar het is natuurlijk pas de tweede dag. Hoe was de eerste dag? Heel leuk. Heel veel spellen gedaan. En heel nat geworden. Heel nat geworden? Hoe ben je nat geworden? Door hem. Door hem? Wat heb je gedaan dan? We gingen met een vriend van mij gingen we haar de hele tijd nat maken. En brandweer ging ons ook nat spuiten. Ja. Zijn jullie helemaal daarheen gerend waarschijnlijk? Ja. Helemaal nat. Shirt ook helemaal uitgelopen. Hebben jullie het al een beetje warm? Ja. Zo meteen niet meer. Zo meteen. Oh nee, ja. En wat gaan we doen om niet meer warm te blijven? Water over je heen. En heel veel water. Drinken. En wat doen we om niet te verbranden? Insmeren. Heb jij een vriendinnetje? Hoe lang al? Een jaar. Wat lief, wat leuk. Heeft nog iemand een vriendje? Nee. En zijn jullie de uilen of de raven? De raven. Wat is een interview? Dan kan je op tv komen. En ik weet nog. Nou, dan gaat iemand vragen stellen en ga jij erop antwoorden. Dus als ik jullie vragen stel en jullie antwoorden, dan is dat een interview? Ja. Dus dat ben ik eigenlijk al aan het doen? Ja. Vinden jullie het al een beetje goed? Ja. Denk je dat ik ga winnen? Ja. Rikke ding 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 ding. Fantastisch. En wat is het voorspel? Kaasplanken. Je moet planken neerleggen met een groepje. En dan moet je de planken, de achterste plank weer pakken en dan weer voor je leggen. En dan gaat het zo. Ja, lees dat. Nee. Okay. Dat is heel interessant. Doe het eens voor, dat wil ik wel even zien. Leg het erop. Ja, die gaat erop. Ja, niet zo snel kan ik zien. En dan gaat dit zo snel mogelijk waarschijnlijk. Hebben jullie al veel spellen gewonnen? We hebben nu al twee. We hebben alles? Alles tot nu toe. Dus jullie zeggen eigenlijk bijna dat jullie het beste team zijn? Ja. Tuurlijk. Verdien je goed? Nou, nu is het nog een bootcamp. Nu verdien ik niet zoveel. Nou ja, kan later altijd nog lukken, hè? Als ik mijn eigen show ga krijgen van Jan de Mol, dan hoop ik het wel, ja. Hup team paars! 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 Hup die paars! Heerlijk enthousiasme, daar hou ik van. Mag de hele week zo doorgaan, echt waar. En dan zie ik jullie morgen weer, denk ik. Ja. Hey, doei! Morgen gaat het vakantiespel weer verder. En ook de zoektocht naar de beste presentatrice. We hebben Jantal Sjansen, Minda de Lol, Danny van Wijk en Jikke de Nager weer een oefenklus gegeven. Deze keer is dat Hello Goodbye. Jawel, daar ben ik weer. Deze keer vinden jullie de envelop tussen de fietsen. Succes! Oké, zoek er nog maar, hè? Oh, jongens, mag ik even voorlezen, Atul? Nou ja. Oké. Ja. Ook ben ik benieuwd. Oh,
Op het station lopen heel veel verschillende mensen. Iedereen heeft een eigen verhaal en een eigen route. Jullie gaan erachter proberen te komen wat het verhaal is van deze reizigers. Probeer een reiziger aan te spreken en probeer erachter te komen wat het verhaal is van deze reiziger. Maar kunnen we dat wel zomaar doen dan, iemand aanspreken op straat? Natuurlijk! Ja, je moet gewoon... Wacht, ik heb een vangie. Hallo, mevrouwtje! Hi, wie komen? Nee, zo doe je dat niet. Kom, ik zal het voorbeeld wel geven. Kom maar mee. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Waar bent u geweest? Ik ben in Rotterdam geweest. In Rotterdam? En wat heeft u daar gedaan? Nou, ik heb heerlijk gewinkeld vandaag. Oh, maar dat is altijd leuk winkelen. Ja. Ik hou ook wel heel erg van winkelen. Ja, en heeft u nog wat leuks gekocht? Zeker. Een paar mooie horloges en een leuke beker om smoothies te maken. Dus ik ben helemaal blij. Oh, wat leuk. En zijn dat cadeautjes voor uzelf of is dat voor iemand anders? Nee, dat is wel voor iemand anders. Dat is wel spannend. En weet diegene ook dat hij die cadeautjes krijgt? Nee, want anders is het geen cadeautje. Nou, weer helemaal gelijk. Nou, dank u wel hoor. En heel veel plezier van het cadeautje. Ja, dank graag u wel. Gedaan. Ja hoor, dag. Okay, hi, mag ik jou wat vragen? Ja, is goed. Je hebt een prachtig spandoek. Echt geweldig. Wie sta je te wachten? Op mijn zus. Wie zus, hoe heet je zus? Marjolein. Ja, dat zie ik natuurlijk staan. Ja, maakt niet uit. En waar komt ze vandaan? Ze is op vakantie geweest naar Oezbekistan. Waar ligt dat? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Oké, maakt niet uit. Dat zoeken we nog een keertje op. Ben je er zelf al eens geweest? Wil je er nog een keer naartoe? Nou, ze zei dat het wel heel leuk was. Dus misschien wel. Maar hangt een beetje af van de foto's en de verhalen verder. Dus, Oh, fantastisch. En wat ging ze zelf daar doen? Ging ze echt de vakantie echt? Of was ook vakantie en werken? Nee, het was wel echt vakantie. Dus, Hoe lang is ze weg geweest? Half jaar. Heb je er wel heel erg gewist waarschijnlijk? Ja, daarom, vandaar ook het hele spandoek. Maar het perron is nogal leeg. De trein is net aangekomen. Ja, ik dacht dus dat ze in deze trein zat, maar daar zit ze dus niet in. Dus nu? Nou ja, nou wacht ik even op de volgende. Ik denk dat ze vertraging heeft. Dus even checken straks. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Misschien dat ik zo meteen nog even kom kijken of je er staat. Maar in ieder geval bedankt voor dit interview en succes nog. Dankjewel. Doei. Hi, mag ik u wat vragen? Ik ben heel erg benieuwd naar uw reis die u vandaag heeft gemaakt. Kunt u daar wat over vertellen? Zeg maar de reis in de trein zelf of waar ik naartoe ging? Ja, waar u vandaan komt, waar u heen gaat. Wat u... Ja, en ik ga zo naar huis. Oké, en waar zit u op school? Leiden. In Leiden, oké. Okay. En wat doet u dan nu in Alphen hier? Ik wacht op de bus. U wacht op de bus? Oké, okay, dus wat doet u dan om de tijd een beetje te killen? Bellen. Bellen. Oké, okay. Nou heel erg bedankt voor uw verhaal en ga vooral toch lekker naar je gesprek. Dankjewel. En succes naar huis. Jij ook, succes. Dankjewel. Waar komt u vandaan? Ik kom zelf uit Enkhuizen. Uit Enkhuizen, wat doet u dan helemaal hier? Ik ben aan het werk. En wat voor werk doet u? Ik ben treinmachinist. En rijdt u altijd dit traject? Nee hoor, we rijden door heel Nederland. En vindt u dit nou wel het leukste stukje van het traject? Ja, ik moet ja zeggen nu, hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, het is een leuk traject. Gelukkig, gelukkig. Nou, fijne avond nog. Oh, dank u wel, hetzelfde. Dag. Yay! Nou jongens, it's a wrap. Ja. De volgende sponsoren en partners maken het vakantiespel in Alphen aan de Rijn dit jaar mogelijk.